Goedemorgen, goede vriend. Goedemorgen, kok. Ja, ik heb het mondkapje toch maar ietsje voor het geluid, hè, want anders... We zitten hier toch onder de prachtige bomen bij het stadhuis. Ja, is toch een prachtig geweldig, mensen. Hoe het hier aangekleed is, is echt de moeite waard. Ja, je moet echt komen kijken. Ik moet ook zo doen, ja. Maar ja, en we wilden eigenlijk afsluiten met Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, maar we mogen niet zingen, want dan worden wij op de bon geslingerd. Ja, en in de kerk is ook niet. Dat kunnen we ook niet voor een keer zingen de kerk uit. Nee. Dat is er sowieso al lang geleden, maar goed... Het is wel een fantastisch nachtconcert, mensen. Of nachtavond eigenlijk. Ja, waar? In de Martinuskerk. Okay. Om volgens mij 6:30 op Venlo. En YouTube om... of wat? Nee, op Omroep Venlo. Oh, Omroep Venlo zelfs. En ik kreeg deze dagen nog iemand die stuurde van... Oh, ik kon zaterdag weer naar Omroep Venlo kijken, want ik wil wel lachen met ook. Nog wat meegemaakt deze week, jong? Nee, ja, wel heel veel meegemaakt. Mensen die in de kapel komen om nog even het jaar uit te luiden. En je hebt Roze Zaterdag geschilderd, heb ik gezien. Ik kook, dat zijn de eerste schilderijen. Oh, ik dacht dat het een Roze Zaterdag was. En mensen, koffie to go aangeboden door Kok. Ja. Bij bakwerk gehaald. Ach, de jong, dat moet ook een beetje reclame hebben. Ja, lekker. Want het geen zak te doen, want die stad is natuurlijk... Helemaal ja, leeg. Het is helemaal doods, hè? Ja. Het dus, is toch een rare kerst worden, Dick? Dit wordt een hele rare kerst. Maar wat doe jij? Je hebt een verdomme familie met 30 mannen. Daar komt de vrouw van meneer Pauwels voorbij. Kijk eens, dag, met Pauwels. Het hoortje. Dag mevrouw Pauwels, goedemorgen. Aan die riem, dat is meneer Pauwels. Ja, aan de riem is meneer Pauwels. Dus, maar... Fijne dagen, meisje. Maar nee, en met de kerst. Elke week hier gaan zitten. Met de kerst dan. Eigenlijk een beetje. Ook, ja, jongens moeten ook werken. Er wordt gelukkig toch nog wel het een en ander besteld. Dus ze hebben toch wel wat te doen. Maar het zijn allemaal maar druppeltjes op de gloeiende plaat. Ja. Dus ik had het net even met een ondernemer hier over. Van wat gebeurt er na 19 januari? Hè? Gaan we dan weer allemaal open? Ik denk het dus niet. Nee, ik weet het ook niet. Ik vind het heel erg. Ik hoorde een paar mensen in mijn directe omgeving die nou. Ja, of op intensive care liggen of wat. En die echt schrijven van dit wens je je ergste vijand. Nee, dat is natuurlijk ook. En eigenlijk hebben we het ook een beetje afgeroepen op onszelf. Dus ook aan jullie mensen, hou er rekening mee. Loop aan de rechterkant van de weg. Zet een mondkapje op. Praat niet mensen recht in het gezicht. En ga niet negatief die kerst in. Nee, zeker toch? Niet. Ga niet, kijk, als je thuis, mag je thuis zingen of niet? Ja, thuis, ja. Thuis mag je zoveel zingen. Dan ga je wat zingen. Zing met de hele buurt. Ga op het balkon staan. En dat soort dingen doen. Leuk. Heb je het koud? Nou, ik heb het wel koud, ja. Godverdomme nog wat toe. Oh. Nee, jong. Maar het is... ik ben van de week ook even door die stad gefietst. Ja, ik vind het godverdorie toch wel... Goedemorgen. Goedemorgen. Dat hebben we meneer van Xie. Ja, even Xie. Xie. Xie, Xie. Wil jij niet al uw brillen. Ja? Ja, zo, ja, dat is toch wel leuk als je hier bij die kerstboom zit. Ja. Dan komen toch die ondernemers een beetje voorbij. En dan, kunnen we de gemeente niet vragen of ze die boom laten staan het hele jaar? Ja, het hele jaar. Ja, ja jong. Dit is echt een... Oh ja, heel even. De kameraad van het Joch. Ja, daar moeten we even iets over zeggen. Die wordt deze week gekozen. Mensen, let even op Facebook. Er staan op de drie sites. Venlo in beeld, Kok en die van mij. Daar staat een lijst met kameraden. En daaronder kunt u stemmen op een van die mensen. Met de hashtag... Kok en Dick. En als je wil, mag je erbij schrijven waarom die persoon... Ja, want het wordt een moeilijke keuze, want er staan er natuurlijk nogal wat op, hè, Dick? Ja, en goeie. En goeie, Ik ga geen woorden namen zeggen. Staan er dan... ook minder goeie op dan? Ja, dan, als er goeie op staan, staan er ook minder. Dat waren die tijden dat we niemand hadden. Ja, jongen. Dus mensen allemaal stemmen. En dan maken we wanneer? Nieuwjaar, hè? Dan maken nieuwjaar, we bekend. In het begin van het nieuwjaar. En die gaan we weer bezoeken, hè? Dan maken we daar weer een filmpje, toch? Toch, Dick? Ja, kok. Jongen, wat een uitzending. Ja, het is natuurlijk... Dames en heren. Hopeloos. Een geweldige, hoe noem je dat? Kerstdagen. We zijn terug voor nieuwjaar. Hoe noem je dat? We zitten niet voor Pasen, hè? Godverdorie nog het. Oh, nee, maar wij zijn alle kijkers hè, die ons trouw kijken iedere week. En dat week, zijn er, nogal dat wat, zijn er toch nogal wat. Onbegrijpelijk, maar het is nogal wat. Ja, wensen wij hele fijne feestdagen toe natuurlijk. Mensen, en een gelukkig en gezond 2021. Vooral dat laatste heel gezond, maar ook heel gelukkig, dat klopt. Ja. Ja. En we hebben dit jaar of deze keer een wens. Nou, ik heb hem net gehoord, mij sprongen de tranen spontaan in de ogen. Ik moet hem even opzoeken. Ik ga nou...
Praat jij even door, Dick? Ja, ik ben nu even stil, dames en heren, want dat is, gaat u zitten. Blijf vooral niet staan. Als u zit, blijf zitten. Want Kok... Ja, want onze gedachten, de gedachten van Kok en Dick, gaan uit naar heel veel mensen die wij veel sterkte en gezondheid wensen. Aan de donkere tunnel komt zeker een, ook wel weer licht, ook al is uw omgeving nu ontwricht. 2021 wordt hopelijk voor een ieder een succesvol jaar. Dan zijn we met die hele corona eindelijk eens klaar. Fijne dagen. Ik ben toch een fantastische dichter eigenlijk. Ja, je moet stadsdichter worden. Ja, stadsdichter worden. Ja, ik heb het gisteravond in het bijzijn van mijn vrouw voorgedragen. En? Tranen. Serieus? Ja, tranen. Je schreef vanmorgen wat anders op WhatsApp. Had je in de modder lag of zoiets. Fijne dagen. Hoi hoi. Hoi hoi.